Omroep Dommeland. Het nieuws uit uw regio. Op 27 februari overhandigde Marley van Leeuwen uit Frillikhoven een petitie aan de Tweede Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit deed zij samen met 10 andere inwoners van gemeentes verspreid door Nederland. Goedemiddag iedereen. Vriendelijk bedankt voor de prettige ontvangst. Voor u, naast u, tussen u staat een groepje bezorgde burgers. Zoals wij hier staan, vertegenwoordigd bij bewonersgroep uit 11 gemeenten. 11 gemeenten in Nederland. En allemaal wonen wij in de buurt van arbeidsmigrantenhotels. Hotels, wooncomplexen waar honderden arbeidsmigranten wonen. Wij noemen het zelf geen hotels, maar dat komt zo meteen. In onze omgeving hebben wij last van goedkope industrieën. Denk aan slachthuizen, grote distributiecentra en glastuinbouw. Deze bedrijven ontlenen hun bestaansrecht aan de inzet van de meest goedkope werknemers, namelijk arbeidsmigranten. Ze worden vaak slecht behandeld. Ze hebben weinig zekerheid over hun werk en huisvesting en ze krijgen nauwelijks begeleiding. De mensen moeten het zelf maar uitzoeken in ons land en leven hier vaak in stress. Wij zien de effecten daarvan. De bedrijven die deze arbeidsmigranten gebruiken en de uitzendbureaus die alles regelen, die nemen niet genoeg verantwoordelijkheid voor deze werknemers. De arbeidsmigranten zijn supergoedkope werknemers, arbeiders, makkelijke arbeiders, simpel te bestellen en te vervangen. Ze zijn goedkoop en kosten weinig aandacht, want die krijgen ze gewoon niet, of minimaal. Zij worden niet gezien als werknemers met rechten. Dat is onacceptabel. Wij denken zelfs dat mensenrechten geschonden worden. Ik noem de vleesverwerkers, de XXL-distributiecentra en de glastuinbouwbedrijven goedkoop. En dat is omdat zij alleen bestaansrecht hebben door op de goedkoopst mogelijke manier te produceren. Door massaal goedkope arbeidsmigranten in te zetten op een manier die ook heel goedkoop is. Alleen maar tijdelijke contracten. Die arbeidsmigranten worden gebruikt. Ze zijn grondstof. Ze worden behandeld als wegwerpmedewerkers. Arbeidssocioloog Kremers heeft in de Zembla-uitzending, die onlangs is gedraaid bij ons in Bokstel, het heel treffend gezegd. De bedrijven bestellen 4 koffiemachines en een blik arbeidsmigranten. Het blik. Daar zitten ze niet echt in, trouwens. Goed. Want dat zou niet gaan. Gelukkig maar. Arbeidsmigranten zijn wegwerpmedewerkers omdat zij makkelijk worden besteld en afbesteld. Door het uitzendbureau worden verplaatst. Ze zijn niks voor hun werkgevers, niet meer dan handen en voeten. Dat is eigenlijk alles wat ze van ze nodig hebben. Het is ook bewust beleid van die bedrijven en die uitzendbureaus, want ze houden de werknemers kort. Te mondige mensen zijn niet gewenst. En ook korte huurcontracten zijn bewust, want die leveren het meeste op. De mensen verblijven in zogenaamde hotels. Wij weten wel beter, het zijn gewoon hokken. En die hokken, die hotelkamers, die worden verhuurd als logies. Op dagbasis, vrije marktprijzen. Dus die huisvesting van die arbeidsmigranten is een super lucratief verdienmodel. En bij ziekte of ontslag is het nog al te vaak spullen pakken en gaan. En geen baan betekent geen bed. En dat betekent dus dakloze arbeidsmigranten op straat die we steeds meer hebben. Arbeidsmigranten in ons land zijn dus volledig afhankelijk van het uitzendbureau. En dat veroorzaakt de stress en dat uit zich in de problemen die wij ervaren. Dit moet veranderen, want wij vinden dit, of het is, kan je stellen, een vorm van industrieel misbruik. En het is ook maatschappelijk ontwrichtend. De druk op allerlei voorzieningen neemt alleen maar toe. Arbeidsmigratie drukt de lonen, het vergroot de kloof tussen arm en rijk. Ons algemeen welzijn neemt af en de maatschappelijke kosten nemen toe. En de bedrijven voelen door deze goedkope mankracht geen enkele behoefte om te innoveren in minder arbeidsintensieve productieprocessen. Slechte gevolgen, alleen maar. En wij vinden we moeten voorkomen dat Nederland afglijdt en een lage lonen-economie wordt. Zo'n lage lonen-economie zorgt in veel gemeentes, onze gemeentes, nu al voor enorme problemen. Voor de arbeiders zelf en ook voor de samenleving. Wij zien algehele verpaupering en toegenomen druk op allerlei openbare voorzieningen. Maar zoals wij hier staan, dragen wij graag ons steentje bij aan noodzakelijke oplossingen. Omdat het nodig is en mogelijk is. Wat voor soort samenleving willen wij zijn? Die vraag stellen wij heel prominent.
Wij willen een nieuwe kijk op welvaart, waarbij het welzijn van alle mensen centraal staat. Vanmiddag presenteren wij in het blik 16 beleidsaanbevelingen. Wij pleiten voor meer verantwoordelijkheid van werkgevers en voor het eerlijk verdelen van lusten en lasten. Veel wetgeving is er al, maar wordt niet nageleefd. Toezicht ontbreekt en nieuwe wetten zijn nodig. Onze Stichting Bewonersbelangen Arbeidsmigratie is een oprichting. Een paar maanden geleden, was ook te zien in Zembla, zijn we gestart met een samenwerking van 5 bewonersgroepen. Intussen zijn we met 11 en we groeien door. Ons streven is om een nationale beweging te worden die positief gaat bijdragen aan het vraagstuk van arbeidsmigratie. Wij vertegenwoordigen de stem van de bezorgde bewoners en wij willen actief meedenken en meewerken. Want samen moeten wij hier aan werken. Tot zover. Ja. Ja, ik zou zeggen, je mag het ook wel. Ja, alsjeblieft. Wij nemen dit graag in onze vakstelscommissie. Ja, dat er heel erg veel tekst in zit. Die moeten we ook lezen, denk ik zomaar. Dus ik doe dat heel graag. Dus ik denk dat er een grote opdracht voor ons is om het heel serieus te doen. En fantastisch dat jullie helemaal hier naartoe zijn gekomen om ons zo goed en zeer genuanceerd verhaal te laten. Er is werkelijk geen woord van wat je gezegd hebt waar ik het mee eens zou kunnen zijn. Ik had het zelf niet zo mooi kunnen formuleren, maar fantastisch. Fantastisch deze benadering. En ik denk dat er een hele brede meerderheid in deze Kamer is die in die richting wil gaan werken. Onze Horst, we richten ons ook niet zozeer tegen de mensen zelf, alleen tegen het systeem waarin ze hier naartoe worden gehaald. Er moet op een menswaardige manier met arbeidsmigranten worden omgegaan, maar ook met de dorpen en de wijken waar ze worden gehuisvest.